Ja, schat. Kijk. Huh? Chocola? Oeh, Sinoepko. Nee, mama heeft porridge. Papa's porridge is in here. Nee. No, okay, then it's not. Chocolaatje. Ik ga naar Enschede en kijk ik al weken naar uit, want ik moest het twee keer afzeggen. Omdat Sydney ziek was, daarna was ik zelf ziek. En toen kon Fleur niet en nu kunnen we allemaal. Dus ik heb zo zin om aan die collectie te werken. Maar nu heb ik zelf twee ontstoken ogen. Misschien trekt het zo wel nog wat weg. Ik ben nu natuurlijk net wakker voor 7 uur. Yeah, let's get sit on the seat. Oké, jongens, dit was €10,95. Twee van die bruine broodjes, pain au chocolat, croissant, twee cola. Deze gaan in de auto. Geitenkaas en cashewnuts. Ik weet dat dit niet de gezondste lunch is, maar ik ben blij dat ik dit nu even snel bij de supermarkt heb gehaald. Want dit koop ik normaal bij het tankstation en zou ik denk toch echt wel op de €30 uitkomen. En ik ben klaar om te vertrekken. Hoe laat is het? 8:15. Ja, dan ben ik om 9:45 daar. Dat is altijd zo shit. De eerste 2 uur dat je dan echt in de auto zit. Ik kan er denk ik al blind naartoe rijden, maar ik stel hem gewoon even in. Soms er een helikopter achter iemand aangezeten. De achtervolging begon volgens het Brabants Dagblad in Limburg en ging via allerlei dorpen naar Den Bosch. Daar zette de verdachte zijn auto stil en werd hij door een speciale eenheid opgepakt. Oké, nou, het was weer lekker 2 uurtjes, helemaal goed. Het is hier zonnig. Hi. Hi, hallo. Oh, de politie staat hier. Ja, dat mocht de vorige keer van Lindsay. Tuurlijk. Hoe is het? Goed. Heb je balletjes bij je? Ja, ik moest even foamen. Met twee cola's. Oh, ik heb colaatjes gekocht vandaag. En geitenkaas. Ja. Kijk eens. Dat is mijn lunch. Oh, ik ga even naar de wc. Wil jij koffie? Ja, kan ik voor je halen. Ja, doe maar. Daar is ons collega. Hi, wat zie je er mooi uit. Ik ben in Blaak. Dankjewel. Ja, nou. Jij ook? Ja. Jullie hebben dit afgesproken. We hebben afgestemd. Het ziet beter uit op beeld, hè? Zo, we moeten hierin zitten. Ja. Perfect. Nou, we gaan beginnen. We mogen overal kijken, Vanique. We zoeken dus vooral tracksuit jackets. Ja, en dan gaan we dus de pakketten helemaal compleet maken en voorbereiden. Samen met nog iemand. Ja! Oeh, die is mooi. Is dat een zijde? Ja. Een apart houden vol zijde collectie. Ja, dat is het ook. Ja. Met opstaande kraag. Nou jongens, we moeten echt al deze rekken door gaan kammen. Maar dat kunnen wij, hè? Dat kunnen wij. En we moeten op een gegeven moment ook stoppen en door. Ja. Echt maken, pakketten afronden. Ja, wij hebben toch een andere smaak, hè? Ja, ja en soms komt die dus bij elkaar. Ja. Maar ook stukken helemaal niet, zeg maar. Ja, we hebben een raakvlak en we hebben een eigen deel. Af en toe denk ik, oh, ik heb een roosje aan, zeg maar. Ja, die ik ook had kunnen kopen. Ja, die ik ook had kunnen kopen of aan had kunnen. Hey! Hoe gaat het? Helemaal goed hoor, weet je ook goed? Ja, goed. Ben je net aan het opnemen? Yes. Nou, net. Ik doe dat natuurlijk al constant. Alles wat we hier doen. Nee, dat gaat prima. Ja, hè? Ja. Mooi zo. Ja. Dus. Nou, we gaan pakketten maken. Neem de jurk even mee. Oh ja. Ja? Ik zal dit eens even filmen. Anders gaan we naar de kringloop. Niek wil alleen maar in de kringloop. Ik heb daar zin in, hè? Pas op wat je zegt. Ja. Nou, we hebben hier een goede fluo, een goede zwart-wit, wat een verhaaltje wordt. Een goede felle kleur, maar we missen dus pasteltonen. Dus heel lichtgeel, wit, lichtroos, lichtgroen wil ik niet meer, want dat heb ik hier al in de broek. Maar dus nog een zachte toon erbij. Dus dat gaan we nu zoeken. Ook elke keer zie je, ja ik kom wel, maar elke keer zie je ook weer iets
dat je denkt, oh, dit is vet. Oh, dit is vet. Maar het heeft niks te maken met wat wij zoeken. Dus we moeten ons focussen. Ja, focussen. Fantastisch. Ja. Dit is voor heerlijk. Kijk, dit is een heerlijke moody kleur. Kleur, dit bedoel ik met mijn kopje moody. Oeh, ja. Weet je, het is vergrijsd en verdemd. Dat vind ik zelf ook nu heel leuk om te dragen. Nee, het is niet zo mooi. Maar deze rode hier is bingo. Ja? Dat is echt mooi. Dit vind ik ook heel mooi. Ja. Nee. Dus de witte? Ja. De groene? Ja, Gucci en die. Okay. Ja. Ja, heel goed. En nog steeds zou ik zeggen, ik mis een licht roosje. Fleur is toch voor de bijl gegaan. We zeiden al, we zien alleen maar dingen. Het is heel moeilijk om dat uit te schakelen in al die vintage. Ja. Dus ja, dan zie je ook dingen waar je zelf heel blij mee bent. Heel mooi, chic hè? Ja, allemaal klaar om mee te gaan naar Amsterdam. Want in Amsterdam gaan Fleur en ik knippen. We gaan straks naar de furniturenwinkel om deze katoenen fiberfil te kopen. We zijn nu de mutsjes aan het bepalen. Ja, dit is wel erg leuk, hè? Ja. Heel clowny. En omgekeerd, dat de punten naar beneden gaan als vlaggen. Ja, heel leuk. Maar we gaan nog even naar het magazijn nu voor nog een glittertje hier en daar. Dat is toch de kers op de taart, hè? Mm-hmm. Ik loop de zon naartoe. Gek, hè? Misschien kan ik hem wel vinden. Ik denk wel dat ik het weet, namelijk. Maar wel daar of daar? Hier rechts. Ja, ik dacht daar, maar... Yes, kak. Ja, mijn geheugen is heel goed. Maar ik vind hem te abstract. Ja. Oké. Ja? Oh, god. Oh, daar hebben we Niek en Sanne. Hoi. We zijn heel kalm, want we hebben bijna alles al compleet. Oh, er was wel weg genoeg, hè? Nou, en we hadden vorige keer toch veel al voorbereid. Ja. Dus het gaat nu in één keer makkelijker. Dus we gaan... En Fleur is erbij, dat helpt voor mij. Ja, en Sanne gaat helemaal op de heftruck. Die zijn niet net gecontroleerd. Oh. Dus we gaan naar de... Dit vind jij niet fijn, denk ik. Wel mooi. Deze mag je van Saskia niet aanraken. Welke? Dit rek? Oké. Ik zat net nog... Weet je waar ik net is? Dat de Holy Grail. Het rekje van het personeel. Daar hadden wij een dingetje uitgepakt. Oké, jongens. Nou, we hebben allemaal mooie glittertjes weer. Die we dus kunnen gebruiken voor de mutsen. Misschien die action tas daar. Mijn IKEA zit helemaal chockie. Ja, die 4, dus 6 meter. Niet op je billen. Nog niet. Het is heerlijk weer. Wij gaan eventjes naar de fabrieksverkoop. Ja. Voor de fournituren voor de tracksuit jacket. Het voelde als een eindeloze onderneming. Ja, deze is zo. Maar deze kleding. Die mensen denken van wanneer komt het nou eens een keer? Ja, dit is een bevalling van 8 maanden. Nou ja, nee, dat is niet waar. Want ik ben vorig jaar begonnen en dat was februari. Dus jij bent al langer bezig. Al 1,5 jaar bezig. Ja, wat is dit voor goor diertje? Hier. Zit hier gewoon een heel goor diertje. Ach, toch geen goor, die is toch een heel schattig kevertje, hè? Die gaat gewoon heel mooi op in zo'n kleurig. Ja, camouflage. Het duurt dan allemaal wel lang, maar... Komt goed. Maakt ons niet uit, of wel? Nee. Nee, wij gaan gewoon door. Dus op dit moment kunnen we even vragen wat wij daar in ons tasje hebben, of ze het nog heeft. Gaan we even ribjes uitzoeken bij de jassen. Dit lijkt me heel mooi bij die zwart-witte. Ja. Even nog hoeveel we moesten. Nee. Kijk, dit vinden we heel mooi erbij. Maar hier hebben we niet genoeg van. En die verkopen ze hier niet, maar wel in Amsterdam. Deze kan op zich ook mooi zijn als cuff.
Op Chris. Staan er naar op? Ja, als we zitten in de zon. Vanmiddag. Ja, hebben ze hier nog Eines? Nee. Oh, nou dan doen we dus nu 5. Nou, we hebben ongebleekt katoen fiberfil. Daar ben ik heel blij mee, want vorige keer hadden we al wel katoen gevonden, want we wilden geen polyester. En nu is hij ook nog ongebleekt, wat natuurlijk helemaal top is, want hij hoeft helemaal niet wit te zijn, want dat wordt voering. En we gaan nu? Nou gaan Fleur en ik stout doen. Ja, dat denk ik wel, ja. Ondeugend. Nu gaan we even pauze houden bij de kringloop. Daarna moeten we nog even aan het werken. Nou, zo erg is het niet. Het is mijn grootste hobby wat ik daarna moet doen. Namelijk allemaal favoriete kledingstukken selecteren. Ik heb al echt 40. Terwijl ik op zoek ging voor circus zag ik al de mooiste dingen. Dus die ga ik bij elkaar hangen. En binnenkort heb ik een geweldige mededeling over een nieuwe winkel van Thrift Hill. En ik weet zeker dat die veel dichterbij is voor de meeste van jullie. Centrale, dat bedoel ik. Ja. Bijna voor iedereen, behalve voor mensen uit het oosten, zal dit nu dichterbij zijn. Ja. Nee, ik ga daar dus even voor werken nog, maar dat zien jullie uitgebreid in mijn vlog. En met dan ook de aankondiging van wanneer, wat en waar. Eten, daar zijn ze al heel lang druk mee, want het is dan ook weer bij elkaar komen, nieuw thema bedenken, borrelen. We zijn bij de kringloop in Lossen. Gaan we meteen naar de kleding of... Om tijd te besparen? Ja, dat is prima. Kijk hier ook weer naar. Waarom eigenlijk? Wie zag ik hiermee? Dit zijn ook allemaal alle schoenen. Actie alle schoenen. Nou, dat lijkt me wel leuk. Is dit mijn tas? Wel leuk, hier staat de tram. Hij is 4,50. Helemaal goed. Baby girl. Ik zou dit echt graag aan willen doen, maar dat kan echt niet meer. Een heel lekker katoenen nachthemd. Even bij de spiegel kijken. Kijk hoe mooi dit is gemaakt. Geweldig. Ik koop wel eens geel, maar ik draag het gewoon nooit. Een heel mooi nachthemd. Het is echt het leukste babypakje ter wereld gezien, maar dit lijkt ons niet prettig zitten, dus we nemen het niet mee. Wat dingen voor de baby's van mijn vriendinnen die eraan komen. En ik heb een tas, maar die laat ik thuis even zien. Nou, we zijn allebei geslaagd. Ja. Allebei 8,75 euro uitgegeven. En we gaan nu weer naar het werk. Jongens, ik ga nog even laten zien wat ik allemaal in de kringloop heb gevonden. Maar ik heb nu ook een cadeautje voor Richie. Yay! Een heel mooi zakdoekje met de letter R erop geborduurd. En that one as well. Ja. Yeah. And you like little napkins. What is this? Handkerchiefs. Handkerchief, yeah. Open one? Gorgeous. Nice, eh? Yeah. Cotton. Old school, eh? Really nice. Wait, did you tell them that Mum and Dad gave me a very special handkerchief to wear in my pocket at our wedding? Yeah. They had bought it in like Italy 25 years earlier. And they've been waiting 25 years for me to finally meet an amazing woman to give me a handkerchief to wear on my wedding day. It's also this looks like your mom and dad's, because yeah, it does. It's very fragile and transparent and like very elegant, yeah? Yeah, look at this. These lines are really quite beautiful. Yeah. You think you would use anything like this? Probably not. No, just kidding. Yeah, they probably. I always carry a handkerchief. Sometimes I carry a bandana for my sweat, but now always I can carry bandana, but you could also wear this. If you don't want to wear a bandana, you can put this in your pocket for your sweat. Yeah. Okay, good. Welcome. Thank you. Uh-oh. This is not working.
But where you see it getting darker is where the moisture is getting into it, yeah? Yeah, so that's not working. So I just quickly clean it and let it dry. It will go back to white. But I thought it was dirt. But it's not dirt. Okay. It's just missing paint. Yeah, it's slightly worn more in those areas, yeah. Yeah, but I don't mind, but I just want to get like dust off it, you know. The inside. What made you choose this bag over or anything? Yeah, it's very nicely made. So this technique to finish it, I really like how they attach the strap, the closing system, this line. It can be crossbody. And here it has a beautiful little metal detail saying the tramp. And the lining has the same print, the tramp, but completely clean. So it feels like a new bag, you know? Yeah, the corners of the flap. Yeah, it is, huh? Yeah, me too. So, ik heb een nieuwe tas en mijn andere tas was kapot. Morning. Ik ga even laten zien wat ik in de kringloop heb gekocht. Fleur, alleen er waren twee velvet truitjes, een bruin en een roze. Die heb ik al snel gewassen en naar die tweeling gebracht. Dus ja, het is niet helemaal compleet. Maar ja, je kan er iets bij voorstellen. Ze zagen er heel vintage uit. Heel mooi zacht, hoge kwaliteit velvet. En ik had ook nog deze gevonden. Echt zo'n jaren 80 pakje. Maar die wilde ik dus ook aan hun geven. Alleen het elastiek in die broek is helemaal eruit. Dus dat moet ik echt, a.k.a. dat moet mijn moeder, echt eventjes opknappen. Want het is een volgens mij ongedragen vintage pakje, alleen er zit helemaal geen elastiek meer in de bovenkant. Dus het is lekker als hier even iets op wordt gestikt. De truitjes waren 50 cent per stuk, daarom dacht ik, hè? En retro blauw trainingspak 1,25. Maar er zit dus iemand bij de kringloop in Losser alles op te schrijven. En dit mutsje. En ik had natuurlijk al twee mutsjes voor die tweeling gedaan. Dus ik ga deze denk ik bewaren voor iemand die niet naar mijn vlogs kijkt, hoop ik. Toch te cute. Ja, en mijn tas, hè jongens. Ik zag al dat ik hem aan het schoonmaken was. Ik vind het er heel kwalitatief uitzien. Ja, er kan vast wel wat in. Het is niet de grootste tas, maar ik vind gewoon dat dessin in die voering. Sluiting. Heerlijk. En dit is er dus eentje die heel makkelijk los kan halen. En dan is het een clutch. Dus dat is ook altijd handig. Eén keer per jaar. Ja. En dat was de hele shoplog. Nou nee, dat was de hele vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken. Komt binnenkort heel groot nieuws aan voor Thriftdale. Maar dat vertel ik allemaal uitgebreid in de vlog. En ik wens je een hele mooie dag. Bedankt voor het kijken. Doei.